Volgens mij was de minister nog halverwege een zin. Ja, voorzitter, ik zag in mijn ooghoeken meneer Bosma naar voren komen. Nee, dus ik dacht, ik zet nu gewoon een punt. Ja. Dat ziet u, want dat zijn de staatsrechtelijke verhoudingen. Maar het, ja, als je kijkt naar die veiligheidsberaad en de veiligheidsregio's, die zijn opgericht naar aanleiding van de Bijlmerramp, de Herculesramp. En het ging gewoon echt om rampen in de zin van branden. Dat geeft de minister ook toe in haar antwoord zojuist. Maar de praktijk is inmiddels heel anders. Want dat veiligheidsberaad, niet voor niets was de heer Bruls de afgelopen 2 jaar niet van het scherm te branden, gaat ineens over corona. En gaat nu ook ineens over de asieltoestroom. En vandaar dus deze mysterieuze krantenkop. Bruls zet druk op kabinet. Spoedwet moet snel komen, anders loopt asieldeal gevaar. En dan hoor ik net de minister zeggen, ja, maar het gaat alleen over, over rampen en branden. Dus er is iets gebeurd, informele macht, waardoor meneer Bruls en het Veiligheidsberaad dus waanzinnig buiten zijn oevers is getreden. Dat kan de minister toch niet zomaar accepteren. Daar hebben we toch, als Tweede Kamer nog nooit over gestemd. Minister. Ja, voorzitter, het wekt de indruk alsof de leden van het Veiligheidsberaad zomaar op die functie zijn terechtgekomen. Maar ik denk dat het wel goed is om dat nog even toe te lichten. Is dat de voorzitters van de veiligheidsregio's door koninklijk besluit worden benoemd. Dat ze eerst ook gehoord de burgemeester van de deelnemende gemeente en na advisering van de commissaris. Dus het is niet zomaar dat ze die positie krijgen. En wat je ziet is dat ze een brede signalerende rol hebben. En ik durf hier echt ook wel gewoon te zeggen dat ook met corona, maar ook bij de crisisnoodopvang, de opvang van de Oekraïners, zij echt een wezenlijke rol hebben gespeeld om ervoor te zorgen dat er een aantal zaken voor elkaar werden gekregen. En het is daarbij belang dat zij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wel natuurlijk verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeenteraden. En daar het gesprek ook over plaatsvindt. Dus in die zin valt dat ook binnen de wet op de veiligheidsregio's. Ja, ik heb die wet bestudeerd. Die gaat terug naar minister Terhorst. We hadden het net over minister Plasterk, maar dit gaat nog verder terug. En nogmaals, die wet die kwam er omdat er op het gebied van rampenbestrijding, Herculesramp, Bijlmerramp, dingen niet goed gingen. En als je naar die wet kijkt, gaat het gewoon over dat soort herkenbare rampen. Brand, vliegtuig stort neer, et cetera. Dat moest beter gecoördineerd worden, snap ik helemaal. Ik begrijp ook hoe al die mensen daar terecht zijn gekomen, snap ik ook. Maar wat ik niet begrijp is dat ze nu eens over corona gaan en dat meneer Bruls 2 jaar lang elke dag op de televisie is en zegt, ja, we moeten toch misschien een lockdown of toch iets met mondkapjes. Daar gaat het helemaal niet over. Dus die man is een onderkoning van Nederland geworden. De Tweede Kamer heeft dat nooit besloten. Hij speelt ook een belangrijke rol nu in het verwerken van die asieltoestroom. En hij spreekt nu gewoon het kabinet toe. Hij zegt, hij zet druk op het kabinet. Dan denk ik, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk geworden? Waarom staat de minister dit toe? En waarom zegt de minister niet gewoon, meneer Bruls, tandje minder? Minister. Ja, voorzitter, wat ik het interessante vind van het betoog van de heer Bosma is dat hij zijn betoog begon met het feit dat de burgemeester aan de leidraad van de minister van Binnenlandse Zaken zat. En nu krijg ik een heel betoog van de heer Bosma dat hoe het kan dat de burgemeester van Nijmegen tegen het beleid van het Rijk ingaat en zich daar niet aan houdt en een eigen mening heeft. Dat is toch best bijzonder, want de heer Bosma begon letterlijk zijn betoog met het feit, ja, die burgemeesters die lopen allemaal aan de leiband van de minister. En nu hoor ik een betoog dat burgemeesters een eigen mening hebben. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar op de inhoud kan ik tegen de heer Bosma zeggen is dat de rol van de veiligheidsregio's ook op basis van de wet publieke gezondheid er één is. Zij gewoon ook afgelopen jaren gewoon een bijdrage aan hebben geleverd dat we hele lastige situaties met elkaar hebben kunnen oplossen. Maar ik zie wel een kleine tegen... Kleine tegenstelling in het betoog van de heer Bosma. Ik ben er om de minister te helpen. De tegenstelling. Kijk, die meneer Bruls die spreekt op dit moment spreekt helemaal niet als burgemeester van Nijmegen. Hij spreekt namens het Veiligheidsberaad, dat is heel wat anders. Dus er is iets gecreëerd in Nederland. Bijna een soort vierde bestuurslaag. Waar we dus geen grip op hebben. Waar de Tweede Kamer niets over te zeggen heeft. We hebben gezegd, oké, die wet die moet er komen. 20 jaar geleden, mevrouw Terhorst, prima. Maar het gaat over branden en het gaat over rampen. Nu gaat het over corona en asiel. Daar hebben we nooit enige toestemming voor gegeven. Nooit enige minister heeft dat geaccordeerd. Dat is gewoon uit zichzelf gegroeid. Het is een wildgroei, een nieuwe bestuurslaag. En dat is volgens de wet, klopt dat niet. Dus hoe kan het nou zijn dat die meneer Bruls, niet als burgemeester, maar als chef van het Veiligheidsberaad, druk zet op het kabinet? Wat is hier gebeurd? Waar hebben we zitten slapen?
Minister. Voorzitter, als eerste, het klopt wel. Want in het kader van corona is er een opschaling geweest in crisissituatie en hebben ze gewoon een formele bevoegdheid. Dat is ook op basis van de wet veiligheidsregio's. En daarnaast heeft veiligheidsregio's ook gewoon een signalerende rol. Daar is klip en klaar een signaal klaarblijkelijk in de krant over terechtgekomen. En nogmaals, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio legt gewoon verantwoording af aan de gemeenteraden. Dus in die zin is er gewoon een verantwoordingsrelatie. Ik vind het ook van belang om dat te benadrukken. En ik vind het ook van belang om te zeggen dat het goed is dat we in Nederland met elkaar samenwerken op het moment dat we tegen moeilijke situaties aanlopen, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt om dat gewoon tot stand te brengen. Voorzitter, had ik nog één laatste vraag. Dat ging over een wet in het kader van asiel. Die wet, zoals ik ook tijdens de begrotingsbehandeling aangaf, is ook nog in voorbereiding. Die heb ik ook nog niet in de ministerraad gezien. Gaat u door. En daarmee kom ik tot het eind van mijn beantwoording.